Hallo jongens en meisjes, ik ben leraar Bas. We gaan samen ritmeoefeningen doen. Het woord ritme betekent een herhaling van iets. Het is heel makkelijk te herkennen doordat het een duidelijke regelmaat heeft van iets wat elke keer terugkomt. Zo heb je verschillende ritmes. Zo heb je bijvoorbeeld de trein over de rails die je hoort gaan als je in de trein zit. In muziek heb je ook verschillende ritmes. Langzame ritmes. Iets snellere ritmes. En hele snelle ritmes. Om ritme aan te houden, gebruiken we een metronoom. Dit is een apparaat wat in muziek vaak wordt gebruikt om het ritme juist aan te houden, zodat iedereen op de juiste snelheid meedoet. Zo blijf je in een liedje met z'n allen op de juiste maat. Als je dit goed doet, heet dat dat je dan op de maat speelt. Dus op het juiste ritme betekent dat je op de juiste snelheid van de muziek zit. Hoe gaan we dat doen? Met dingen die jullie allemaal kennen en waarschijnlijk zelfs dagelijks eten. Een peer. Het woord peer is kort en heeft één lettergreep en één klank. Peer. Peer. Het woord appel heeft twee lettergrepen, twee klanken en een klemtoon op de A. Appel. Appel. Het woord sinaasappel. Dat is weer twee keer zo groot als het woord appel en heeft vier lettergrepen, vier klanken. En de klemtoon, het stukje wat opvalt in het woord, is op si. Want je zegt sinaasappel. Niet bijvoorbeeld sinaasappel. Nee, sinaasappel. Dus sinaasappel. Sinaasappel. Je snapt hem vast wel. Nu gaan we beginnen met de ritmeoefening. Bij muziek is het vaak dat ze aftellen in het begin. Aftellen is eigenlijk van boven naar beneden tellen, zoals je ook bij het afschieten van een raket hebt. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Maar soms tellen ze ook naar boven. 1, 2, 3, 4. Na vier tellen beginnen wij onze oefening, elke keer naar 1, 2, 3, 4. Eerst wil ik peer met jullie klappen op de maat. En de maat heeft vier tellen en we klappen dus vier maten, dus 16 keer. Oké, we gaan beginnen. 1, 2, 3, 4. Peer, 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 peer. Peer, 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 peer. Oké, nu gaan we het woord appel doen. Dus appel. Net zo lang als we net deden, maar het voelt als twee keer zo snel, omdat je twee keer klopt met het woord appel. Klaar? 1, 2, 3, 4. Appel, 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 appel. Dit wordt een moeilijke, omdat het weer twee keer zo snel is als de vorige. Sinaasappel. Dus sinaasappel. We gaan hem gewoon proberen. 1, 2, 3, 4. Sinaasappel, 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 sinaasappel. Dat was iets moeilijker, hè? Dat is snel, hè? We gaan ze nu door elkaar doen. Sinaasappel niet constant, want dat is wel heel snel. Af en toe zal die ertussen zitten. Hou de snelheid van het ritme aan en klap de woorden in de rij van vier die je in beeld ziet verschijnen. Zoals hieronder. 1, 2, 3, 4. Peer, 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 peer. Peer, 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 peer. Peer, peer, peer.
peer, sinaasappels, peer, 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 sinaasappels, peer, peer. Als je het klappen te snel vindt gaan, kan je het ook proberen om op je dijen te kletsen. Zo kan je de snelheid van het ritme verdelen over je twee handen, wat betekent dat het makkelijker is het ritme bij te houden. We doen nog een reeks. Je mag zelf weten of je handen op elkaar klapt of ergens anders op je lichaam om het klapgeluid te krijgen. Oké, daar gaan we weer. Oké, klaar? 1, 2, 3, 4. Peer, 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 peer. Peer, 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 peer. Peer, appel, peer, peer. Peer, peer, sinaasappel, peer. Peer, peer, sinaasappel, peer. Appel, peer, appel, peer. Peer, appel, peer, sinaasappel, peer. Appel, peer, sinaasappel, peer. Appel, peer, peer, peer. Appel, peer, peer. Peer, sinaasappel, peer. Peer, peer, sinaasappel, peer. Peer. Ik hoop dat het gelukt is. Af en toe is het moeilijk. Daarom kan je deze video terugzoeken wanneer je je ritmegevoel wilt trainen en misschien regelmatig wilt oefenen. Je kan ook meespelen op muziek die je zelf heel leuk vindt om je ritme te oefenen. Je hebt nu geleerd over wat ritme is, een metronoom, op de maat spelen, de woorden peer, appel, sinaasappel, hun lettergrepen, klemtonen, aftellen, een muziekmaat, er zijn verschillende, je handen te klappen, je dijen te kletsen op de maat en dat dingen leren ook op een leuke manier kan. Alles wat jullie vinden, hebben geleerd of misschien kwijt willen aan mij, kan je naar mij sturen in de comments van deze video. Like en volg mij voor nog meer video's over ritme in beweging. Over video's over ritme, beweging, bodypercussie, muziek, tekenen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Tot snel!